Dames en peren, hartelijk welkom bij een nieuwe video. Ik ga MechWarrior doen. MechWarrior, een gratis game die je kan downloaden. Na het intro laat ik meer zien van deze game. Okay, people, let's go to work. Nou, via de link onder in de beschrijving kan je dit spel gratis downloaden voor, ik denk, een gig of 7 of 8 gig. En ik ga het eerst aan jullie laten zien wat deze game inhoudt. Nou, we gaan eens even Assault spelen. Ik weet niet wat het inhoudt, het is allemaal nieuw voor mij. Het is dus een online shooter, je speelt een robot. En ik hou totaal niet van robotten, maar daar heb ik zoiets van, ja, je moet een game wel een kans geven. En ik heb zoiets van, het is gratis. En waarom niet? Waarom zou ik het niet uitproberen? Nou, hij is searching eventjes. Dus dan moeten we even wachten. Hij zoekt waarschijnlijk naar een online spelmodus die we dan kunnen spelen. Ik heb Assault gekozen. Ik weet niet wat Assault is. Ik weet dat Assault wel inhoudt bij Call of Duty dan. Dat je dan dat het een beetje een standaard rank is. Dat je een AK-47 krijgt en dat soort dingen. Maar deze robot hebben denk ik niet AK's in de handen. Of wel. Dat zou dus inderdaad, dat moeten we even kijken. Connecting. Kijk, we komen een stuk verder nu. Mooi zo. Forest Colony. Oh, hij gaat gelijk een level starten. Capture the flag, stond er dan nou? Capture the enemy base. Destroy all enemy players. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er heel erg apart uit. Een beetje futuristisch als ik het zo al zie. En ik klik op ready rechtsbovenin. En dat betekent dat ik samen met een aantal mensen die het stroomt helemaal binnen. We hebben Alpha, Bravo en Charlie. Dat zijn een beetje de drie, ja, de drie teams. Dat is een beetje de standaard teams ook in oorlogs shooters. Alpha, Bravo en Charlie. En er zijn maar een aantal mensen ready. Het hele team van Charlie is ready. Daar zit ik in. Dus mijn team is sowieso heel erg netjes nu bezig. Heel goed. En we zijn dus met 4 tegen 4 tegen 4. Dus we zijn dan in een map met 12 man. Goed uitgerekend. En ik zie al een aantal. Oh! Oké, we zitten nu in game, denk ik. Wauw. Sensors online. Weapons online. Wauw, dit is echt heel strak. Oh, wat? Oké, dit is echt heel creepy. Oh, wauw. Laat ik even kijken bij de settings, want ik wil mijn audio een heel klein beetje laag zetten. Oké, het is een hele aparte besturing. En we hebben een soort van jetpack en een hele grote omgeving. Qua graphics ziet het er heel goed uit al, vind ik. En ik denk dat dit team bij mij hoort. In het blauw. Ik zie ook allemaal blauwe streepjes. Dat betekent dat dat mijn team is. Ik denk dat het een hele grote map is. Maar laat ik even iemand volgen. Ik weet niet wat het rode streepje nou. Maar als ik zie op de mapkaart is dat enemy. Dus als het goed is, moeten we dus eventjes kijken. Ik volg mijn team gewoon, jongens. 25%. Oké, daar is rood. En daar moeten we denk ik naar. Oh! Jeetje, ik word beschoten al. Damn. Vanaf daar. Oké, misschien moet ik daar ook maar even naartoe vuren. Oké, niemand. Daar zit ook iemand, jongens, een vijand. Ik ga proberen hem af te knallen. Oké, waar zit hij? Hij zit erachter. Zie hem? Ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Oké, hij probeert mij nu te knallen. Oh, en lasers komen nu naar me toe. Want mensen zien dus waar ik zit. Incoming missile. Nee! Nee, 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 knallen, 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 knallen. Oh, er komen drie op af. Ja, 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 kom op, kom op, kom op. Incoming missile. Hij zat in het water, hij zat in het water, hij zat in het water. Oh, shit. Shit, 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 shit. Oh, die besturing is heel vervelend, jongens. Dat zeg ik je alvast van tevoren. Het is even een je moet eraan wennen besturing. Kennen jullie dat? Je moet eraan wennen besturing. Oh, shit. Oh, shit. 5%. 5%. Ik ga kapot. Ik ga kapot. En er zijn geen mensen die me helpen. We blijven maar bewegen. Want de besturing is even wennen, jongens. Je kan ook helemaal niet draaien. Als robot. Je zou dus met je WAS, met je A en D toets, moet je dus gaan draaien met je robot. En met W kan je dus vooruit lopen. En met je muis moet je dus een soort van besturen. Heel apart. Ik weet wel dat ik alleen ben. Nu, in een gebied. En dat ik even snel naar het blauwe team ga. Ik weet ook niet wat mijn leven is. 3% volgens mij, als ik het rechts onderin ziet. 7%. Het wordt wat hoger nu. Ja, ja, kom op, kom op. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Het duurt heel lang voordat je een robot kapot hebt, heb ik het gevoel. Oh, jongens. Nou, mijn robot is ontploft. En, nou, hier zien we een aantal statistieken.
Kill Assist heb ik wel één van, dat klinkt goed. Oké, ik weet niet of mijn... volgens mij ja, kan ik niet meer in game, ik kan alleen spectaten. Oké, we kunnen eens kijken bij mensen hoe ze spelen. Zo, die hebben gewoon raketten, zie je dat? Zo! Damn! Kunnen we nog bij anderen kijken? Oké, hij gaat daar naartoe. Hij heeft een target heeft hij geselecteerd. Heel apart. Ik weet niet wat hij gaat doen mensen, maar ik leg alvast uit. Deze game kan je dus gratis downloaden. Zou je het een keer willen proberen? Is het helemaal jouw smaak? Zou jij het een keer willen proberen? Kijk even een linkje onder in de beschrijving. Als je daarop klikt kan je gratis registreren. Krijg je een e-mail. Daarin bevestig je je account. En dan kan je gewoon dit spel gratis via de website downloaden. Ongeveer een patch van 3 gig moet je downloaden als je het hoofdscherm ziet. Het is heel simpel. Ben je helemaal into robots? Hou je van Transformers? Heb je altijd een zwak gehad? Of juist een zwak dat het positief is in robots? Dan zou ik het aanraden. Ik ben helemaal geen robotfreak. Ik heb ook nooit een keer films als Transformers gezien. Want ja... En alhoewel Iron Man is dan weer een ander soort robot. Ja, je kan het niet echt een robot noemen vind ik. Ik vind het meer een superheld natuurlijk. En daarom ook de nieuwe Wolfenstein, de nieuwe Order, die bevat ook allerlei robots. Zou ik dan wel weer willen kopen, puur omdat het Wolfenstein is. Was het een complete game helemaal gebaseerd op robots, dan zou ik hem niet kopen. Dan vraag je al, Vincent, waarom speel je dit spel? Omdat ik het wel wil zien, omdat ik het toch wel heel vet vind dit. Heel pittig moeilijk. Nou, ik zie hier als je in het skills laboratorium krijgt, kan je waarschijnlijk allemaal ranks krijgen. Hoeveel je speelt, hoe meer je speelt. En je kunt dus ook kopen met een aantal coins. Ik weet niet of je die nou in game krijgt of dat je daarvoor echt moet betalen. Maar je kan dus een aantal verschillende robots machines kopen. Ik zal een paar laten zien. Je hebt dus van klein naar echt uber groot. Het ziet er al uit als echt een raket. Met een raketvorm met twee van die andere rocket launchers. Het lijkt net een gevechtsmonster. En deze ziet er heel stabiel uit. Je ziet ook dat de armor heel hoog is. We hebben dus verschillende types. Heavy Assault zie ik al. Een Champion. Heroes. En ik denk dat je dus allerlei codes kan doen. Statistieken kan je op internet zien. Kortom, nogmaals een linkje onder de beschrijving. Ik hoop dat je een leuke video vond. Geef vooral een groen duimpje achter en dan zie ik je volgende keer terug met zo'n nieuwe game. Doei doei!